De governor van de Centrale Bank van Suriname, Maurice Roemer, stelt dat er genoeg valuta in omloop is binnen de Surinaamse economie. Vrijdag, tijdens een persconferentie over de zesde review-missie van het IMF, zei Roemer dat het tekort aan valuta vaak genoeg een bekende oorzaak heeft bij de grote vraag in de ondernemerswereld, maar nu tot het verleden is gaan behoren. Maar op dit moment is het toch wel zo dat we moeten stellen dat er genoeg valuta is in beweging. Daarmee bedoelen we die dus komt uit exportopbrengsten en anderszins. En als we kijken naar de vraag, dan is er toch een redelijk evenwicht daarin. In het verleden was er inderdaad een bubbel. En hoe is die bubbel ontstaan? Die bubbel ontstaat, zoals ik u zeg, in zeg maar, de vraag. Omdat er een vertraging zit in het voldoen aan behoeften van importeurs. Kortom, wanneer importeurs zeg maar, een achterstand hebben in betalingen, ja, dan ontstaat die situatie. En dan kan je inderdaad bewegingen krijgen die u noemt. Dat kan lijken op een aanval. Omdat zo'n importeur, die zou misschien bereid zijn om de valuta te betalen tegen een veel hogere prijs dan de gangbare koers. De governor geeft aan dat de monetaire organisaties in Suriname in hun tocht om te werken aan een stabieler monetair verkeer hebben meegemaakt dat valuta werd aangeboden wanneer die tegen een hoge prijs kon worden verkocht. Roemer geeft aan dat er geen verzoeken bij de moederbank binnenkomen voor beschikbaarheid van valuta, zoals in het verleden het geval was.